Wat fijn, Iwan, dat we jou al mee kunnen nemen naar een restaurant. Ik word zo blij als we als gezin samen dingen doen. Zo blij, Boor. Heeft het gesmaakt? Om je vingers bij af te likken. En jij hebt je keurig gedragen, hè? Zonder beeldschermen of op en neer te rennen. Leren hoe dat gaat in een restaurant hoort bij zijn opvoeding. Hé, je hebt je bord niet leeg. Dat vinden wij niet erg. Maar ik wel en ik werk hier. Waarom eet jij je bord niet leeg? Misschien vond Iwan... Psst. Ik wil het van hem horen. Ik vond het niet zo lekker. Oké. Dat kan. Heb je meer plek voor het toetje, hè? Ja, maar het zit me toch nog een klein beetje dwars. Wat was er dan niet lekker aan? Ja, en wat is dit? Wie heeft jou geleerd dat dit een antwoord is? Wat loopt u nou moeilijk te doen? Ah, je hebt het van je vader. Maar wat zeg ik zo meteen tegen de kok? Ook dit? Huh? Wij sloven ons uit in het restaurant om een mooie kinderpasta te maken. Dus dan wil ik graag ook precies horen wat er anders moet. Hij kan het niet precies zeggen. Nee, maar dan gaan wij hem nu leren. Er zaten harde stukjes in. Kijk, en dat is concreet. Harde stukjes. Vond ik als kind ook niet zo lekker harde stukjes. Terwijl dat toch een kenmerk is van eten. Van het hele leven eigenlijk. Soms zachte stukjes, soms harde stukjes. Goed, u heeft uw antwoord. Mogen wij nu ons toetje? Ik heb trouwens liever dat jij zegt krokante stukjes. Kijk, een steen, die is hard. Maar chips bijvoorbeeld, dat is krokant. Wat maakt het uit? Nou, moeten we eens een handje grind eten. Huh? En nou we toch aan het opvoeden zijn, vent. Dat heet... mondgevoel. U gaat een kind van 8 toch niet lastigvallen met mondgevoel? Oh, jawel hoor. Anders heb ik liever dat hij hier op en neer gaat rennen. Kinderen vinden zoveel niet lekker. Ja, maar lekker of niet lekker, dat is niks. Hè? Is dat het mondgevoel of het neusgevoel of het ooggevoel? Hè? Dat het stinkt of dat het er vies uitziet, bijvoorbeeld. Heet dat ooggevoel? In de reis die eten maakt langs onze zintuigen... is het goed om te weten waar van neus tot kontgevoel het probleem precies zit. Mondgevoel bestaat misschien, maar kontgevoel? Nou, dan moeten we eens een pot sambal eten. Dat heeft een heel soepel mondgevoel, maar het kontgevoel de volgende dag... Oeh. Goed, Iwan vond het niet zo'n fijn mondgevoel hebben. Maar ik wil het van hem horen. Wat was er mis met de saus? Niet zo'n fijn mondgevoel. Bedankt. Kijk, dat is feedback waar de kok wat mee kan. Maar vind je het niet een beetje verwend om het over mondgevoel te hebben... terwijl er gewoon kinderen in Afrika zijn? Stopt u ons er zo lastig te vallen en brengt u ons toetje. Oké, wat een toon, zeg. Niet alle obers doen zo raar, hoor. Happy family. Kijk eens wat ik hier heb. Ik heb hier voor jullie het toetje. Nou, hopelijk was het het allemaal waard. En wat vind je, Iwan? Lekker. Wat heb ik nou uitgelegd? Lekker of niet lekker, dat is niks. Lekker mondgevoel. Kijk, en daar heb ik je. Want het zit namelijk vol met disco-dip en andere krokante stukjes. U bent een tiran. Wij gaan. Ja, maar ik probeer alleen maar te helpen met de opvoeding. Ik probeer hem harde stukjes te leren eten. In uw hoofd. Daar zitten harde stukjes. U bent zelf niet helemaal lekker. Ah, lekker of niet lekker, dat zegt mij niks. Preciezer.